Bij Rijkswaan ontwikkelen wij nieuwe groenterassen. En dat doen we al sinds 1924. Wij leveren onze zaden aan telers over echt heel de wereld. En daarmee staan wij aan het begin van onze voedselketen. Neem nou bijvoorbeeld deze krop sla. Die kunnen we selecteren voor een betere omvang, een betere smaak. Of we kunnen zorgen dat de plant meer ziekteresistent is, zodat we minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. En bij Rijkswaan kunnen we op basis van DNA-profiel voorspellen welke planten het beste passen binnen de veranderende marktomstandigheden. We investeren hier echt ontzettend veel in onderzoek en ontwikkeling. Maar de uitdaging voor ons is om de juiste mensen te vinden met de juiste kennis. Dus mensen van MBO tot WO, dus mensen met een hele technische achtergrond, maar ook mensen die goed zijn met hun handen, die gewoon heel goed een krop sla kunnen telen. De wereld om ons heen verandert heel snel en wij proberen met telers, retailers, verwerkingsbedrijven ervoor te zorgen dat iedereen gezonde, lekkere groenten kan blijven eten. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat kennisinstellingen, overheden en bedrijven heel nauw met elkaar samenwerken. Dat is echt cruciaal. En daarbij is natuurlijk ook beleid nodig dat innovatie stimuleert. De wereld verandert. We moeten steeds meer monden voeden en tegelijkertijd zuiniger omgaan met onze leefomgeving. Welke kansen zien jullie om de teelt te verduurzamen? En hoe kunnen we daar samen in optrekken? Ik denk persoonlijk als biologische teler, hoe meer bioteelt, hoe beter. Als je echt bioteler bent, dan ben je ook in je hoofd om en dan ga je zelf meer doen. Meer aan biodiversiteit, meer aan dierenwelzijn. Dus ik denk persoonlijk, meer bioteelt, verduurzaamt de teelt. Nou, wij telen dus gewoon biologisch en daar hebben we mest voor nodig. Die mest die komt van een biologische geitenboer hier vlakbij uit het dorp. En wat ik nu momenteel doe, ik teel voergewassen en die gaan we terug naar de geitenboer. Op die manier maken wij de kringloop rond. De grootste zorg die wij hebben is dat gangbare sectoren onze biologische regelgeving proberen te veranderen. Uiteindelijk gaat het gewoon om het grote gewin van een aantal, in mijn ogen, te grote vooral glasgroentebedrijven die meer willen verdienen. Nou, grote kansen zie ik gewoon in omschakeling naar bioteelt voor ondernemers. De consumenten die gaan het meer eten. Zeker nu met corona bijvoorbeeld, die bewustwording die wordt groter. Mensen gaan meer kijken naar de gezondheid en dat zal groeien. Het is altijd een beetje kip-ei verhaal natuurlijk. Hè, van, gaan we nou eerst omschakelen of gaan we wachten totdat de supermarkt vraagt naar mijn product? Je moet een keer beginnen. Een stukje hulp daarbij natuurlijk vanuit de overheid, vanuit de provincie Noord-Brabant, is handig voor die mensen die twijfelen, zal ik wel of niet overstappen. Als je kritisch kijkt naar jezelf en naar je bedrijfsvoering, wat zou je nog beter kunnen doen om de biodiversiteit op je bedrijf te kunnen verbeteren en waar zou je dan als eerste mee aan de slag gaan?